kijkers, op vrijdag 2 februari is voorzitter Vismalle richting Saramaka, Groningen getrokken bij het pleeggezin van mevrouw Shardawati Parboe Persat. Deze pleegmoeder heeft de zorg over 7 kinderen op zich genomen, ondanks ze dialysepatiënt is. Voorzitter Vismalle heeft een financiële ondersteuning geschonken aan mevrouw Parboe Persat, afkomstig van mevrouw Ilse Burke. Mevrouw Ilse Burke geeft haar geruime tijd de ondersteuning om de vervoerskosten te betalen voor het reizen naar het dialysecentrum in Paramaribo. En verder kreeg zij een postpakket met levensmiddelen van mevrouw Gwendoline Rotsburg. Hiervan het volgende in beeld. We zitten momenteel in Saramaka, Groningen, op bezoek bij mevrouw Parboe Persat. Nou, we hebben van mevrouw Rotsburg 2 dozen gekregen. 1 hebben wij voor een mevrouw gebracht en 9 dozen van mevrouw Parboe Persat. En van mevrouw Helga een tas met kinderkleren. En daarnaast hebben we ook een paar andere donateurs, een zakkerijs. En mevrouw Ilse Burke die heeft haar maandelijkse ondersteuning voor die gebracht voor transport. Nou, mag ik u uit dit geschenk overhandigen aan mevrouw Parboe? Hoe gaat het verder met u? Ik ga verder met u, Maya. Ik wil mevrouw Ilse Burke heel hartelijk bedanken. En veel gezondheid en kracht aan haar geven. Hoe ze me elke maand helpt. En mevrouw Helga, u wordt ook heel hartelijk bedankt. En mevrouw Rosburg, u wordt ook heel hartelijk bedankt. En veel gezondheid voor jullie en kracht. En die andere donateur van wij ook heel hartelijk bedankt. Je ziet het, we hebben de doos van mevrouw Rosburg als wat gewenst om de doos niet te openen en zo hebben we het voor je gebracht. Ja, dankjewel mevrouw Rosburg. En ik wil meneer Vismalen en de crew ook heel hartelijk bedanken dat we helemaal van Paramaribo naar Saramaka moeten reizen. Het is wel een afstand, ja. Maar hij doet zijn best en God gaat hem ook kracht geven en veel gezondheid. Amen.